Yo! Welkom bij een nieuwe episode van Marvel Week in Nerdcultuur. Yes, vandaag niet één. Niet twee. Maar drie nieuwe trailers. Allemaal in de Marvel Universe. Allemaal Marvel series. Precies. Niet allemaal in dezelfde Marvel Universe. Oh, niet in de Cinematic Universe natuurlijk. Nee, ja, nee. Eentje misschien? Eén misschien. Maar daar... Is, ja. Toch? Oh, daar alle twee. In Newman's ook. Ja. Dus één soort niet, van, eentje twee niet. Misschien. Ja. Al die universes, waarom is het niet allemaal één Marvel Universe? Waarom zijn rechten zo confusing? Okay. Inderdaad. Dus wij gaan gewoon objectief praten over wat we hebben gezien. Ja, laten we beginnen voor met, in de meeste gevallen nog niet heel veel is, maar we hebben in ieder geval wat om te bespreken. Inderdaad. We gaan het vandaag hebben over Inhumans, Runaways en The Gifted. Yes. Laten we dan beginnen met Inhumans, aangezien we daar nog het minst van hebben gezien. Inderdaad. Eigenlijk alleen nog één castfoto, waarin we de groep van main characters op een rijtje zien. We wisten al wie er gecast was in de rollen. Maar ja, in mijn ogen, ja, het zijn wel mensen die meerdere series hebben gedaan, maar niet echt iemand die mij per se bekend voorkwam. Behalve Ramsay Bolton. Precies, behalve Ramsay Bolton. Als Ramsay Bolton in Space. Ja, als Space Ramsay. Want hij is eigenlijk inderdaad een soort van gewoon dezelfde character. De Inhuman versie van letterlijk inderdaad Ramsay Bolton. Ja. Zeg maar, als mensen hem, dat personage, de Maximus, toch? Ja. Als ze hem beschrijven, Maximoff. Hebben ze het een beetje als een soort van, over een soort van Loki. Een maar soort dan, Loki. Hij staat in de schaduw van zijn grotere broer, die zeg maar gewoon wel de lijn... Maar dan nog meer twisted. Ja, hij is nog meer cool, inderdaad. Hij is altijd on edge. Hij kan altijd gewoon snappen. Ja. Een soort van mix. Loki meet Ramsay Bolton, en dan heb je deze inderdaad. Dude. En hij is dan ook degene die deze trailer inwijdt, want hij, je hoort de voice-over. Ja. Het eerste wat ik dacht was, hey, Ramsay Bolton. Ze hebben inderdaad dus die teaser trailer van 30 seconden of zo, wat die castfoto en allemaal op een rijtje. Maar ja, die teaser trailer is letterlijk alleen het Inhumans logo, wat gewoon zo inkomt. En zijn preek over wat hij wil, vrijheid. Voor alle Inhumans. Een voice-over van Ramsay Bolton. En ja, daar heeft hij het dus al over dat hij zijn broer wil killen. Typisch Ramsay Bolton. Inderdaad, hij mag nodig. Gewoon, maar zijn broer, die kan je niet zomaar killen. Nee, die heeft bold. De kracht om als die met fluistert, één woord een hele planeet op te blazen. Inderdaad. Wat dat is pas een kracht, geen human. Daar kan Sky van Ace of Shield nog wat van leren. Ook al is ze ook wel sterk, maar niet Black Bolt level sterk. Want we hebben het natuurlijk over de royal family van de Inhumans. Dus gewoon de main family, de main personages uit de Inhumans stripboeken serie. En uit de comics was Inhumans ook gewoon een beetje een alternatief voor X-Men, weet je. Gewoon van, zodra de Marvel stripboeken zoiets hadden van, tfoe, Fox maakt nu of X-Men films. Dus X-Men wordt steeds populairder. Moeten nu gewoon niet meer de X-Men gebruiken om niet gratis promotie te maken voor die films. Klopt. Dus we moeten een nieuwe X-Men hebben, dus laten we maar de Inhumans een beetje pushen. Ja. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd. En nu zien we dat dus ook in de films en series terug. Ook in stripboeken zelfs. X-Men heeft de laatste tijd ook wel weinig qua merchandising. Ja, maar daar begon het. Daar begon het gewoon. En nu zien we het pas terug in, in de series. Dit zou eigenlijk een film geworden zijn. Mm-hmm. Origineel, dat was het plan. Maar ze hebben het veranderd naar een serie. Vind ik niet erg. Nee, ik denk dat het ook wel beter is. Als je een hele familie hebt van nieuwe characters. En kijk, Guardians is het gelukt om gelijk in één keer een hele groep van nieuwe characters te introduceren. Anders krijg je misschien ook te veel verwarring met de Avengers, de Guardians, de Inhumans. Ja, weet je wel. Wordt het allemaal te veel teams van superhelden inderdaad. Precies. Ze moeten het gewoon rustig aan blijven introduceren. En het is ook niet erg dat het een serie is, want de trailer eindigt met de melding. De eerste twee episodes in IMAX. Dat is waarom ik al het meeste uitkijk van alle... Deze series die we vandaag gaan bespreken, naar deze. Gewoon puur en alleen omdat de eerste twee episodes in de bioscoop vertoond worden. Wat een keer wat anders is voor een serie. Ja. En in IMAX, want ze zijn ook gefilmd in IMAX. Dus ze gaan er wel echt spectaculair uitzien. En volgens mij hebben de royal family van de Inhumans hun basis ook op de maan. Mm-hmm. Dus het is allemaal space in de dingen. En Lockjaw. Ja, de soort van supergrote bulldog, hond. Die is er ook. Kan niet wachten, man. Inderdaad. Breng hem gewoon, cool. Volgende trailer? September. 1 september komt hij uit. Oké, 1 september. Dus. Zet in je agenda. IMAX. Yes. Volgende trailer. Yes. Welke doen we eerst? Runaways. Oké. The Runaways. Ja, trailer. We gaan dus in volgorde van minst gekregen naar meest gekregen. Ja, inderdaad. Deze was iets langer dan de Inhumans trailer. Ja, je hebt in ieder geval wat echte shots gezien. Maar je zei op een gegeven moment van dit is een beetje te abstract voor me. Ja, ik zag er ook zo naar te kijken van het gaat op een gegeven moment, was het allemaal soort van feestscènes. Met allemaal space in de neonlichten. Het heeft een tempo beat en op elke beat zie je een nieuw plaatje. En elk plaatje heb ik geen idee wat ik zie. Ja, en ze hebben echt, het was ook een trailer die niet per se de bedoeling was om uit te brengen. Ook, en ze hebben het getoond bij een aandeelhouder meeting van Hulu of zoiets geloof ik. Of het was gewoon een persconferentie voor echt hele exclusieve pers. En het was in ieder geval niet de bedoeling. Ja, het was niet de bedoeling dat dit online werd gezet. Maar het is 45 seconden, weet je. Het is in ieder geval iets. Waarschijnlijk wat ze net hebben geschoten. Want
deze serie komt pas volgend jaar uit. Ze moeten er nog even op wachten. Inderdaad. En ik weet niet heel veel van de Runaways van de comics. Ik weet alleen dat ze een dino hebben. Ja. En eerst was ik boos. Waar de fuck is de dino? Niet in de teaser trailer. Geen dino gezien. Maar blijkbaar heb ik een dino gehoord. Ja, maar dat is ook wel logisch als jij zegt dat ze nog moeten gaan filmen. Ja. Dan hebben ze een CGI effect sowieso nog niet helemaal klaar. Dus dan een geluidsfragment van een roar van een dino. Het is niet op een gegeven moment iets van do not open. Zo'n soort van warning, stalen. Dangerous. Ja, weet je. Dus, en dan hoor je zo'n brul. Gromachtig iets, dus waarschijnlijk is dat de T-Rex waar we allemaal op wachten. En, of niet een T-Rex is het trouwens, het is een Velociraptor. Een kleine T-Rex. Een raptor, ja. Met normale armen. Ja, maar wel snel en gevaarlijk. Inderdaad. En wat cool is aan de Runaways, is dat eigenlijk het hele concept soort van is van het is een groep tiener superhelden kinderen. Of niet superhelden? Hebben ze powers? Ik heb geen idee. Of misschien sommigen die het geërfd hebben wel een andere. Ik zat dus te spacen. Ik heb geprobeerd op te zoeken, maar ik kwam niet echt op een duidelijk antwoord. Of Amadeus Cho, dat was een character die ik nog herinner uit de World War Hulk stripboeken. Of hij nou uit de Runaways kwam, volgens mij. Hij heeft sowieso in de Runaways stripboeken gezeten, maar ik weet niet of hij daar echt vandaan komt. Of dat hij een Marvel main change is. Natuurlijk altijd teams. Dus je hebt best een kans dat iemand een keer in een Runaways is geweest. Ja, precies. Dus ik weet ook niet zeker of hij in deze serie zit, maar ik hoop het. Dat zou cool zijn, want hij is zogenaamd zeg maar de nummer 3 slimste man op aarde dan op Marvel. Okay. Zo van na Tony Stark en Reed Richards of zo, weet je, zoiets. Dat is wel grappig. Of Xavier en Reed Richards, ik weet niet meer precies. Ze hadden een lijst gemaakt met slimste mensen. Ja. En hij was up there en hij was echt 12 of zo, weet je. Dus zo'n boy genius, wonderkind inderdaad. En ja, die hele groep van vrienden, van kinderen, die werken soort van samen tegen hun ouders. Want blijkbaar zijn alle ouders van deze kinderen supervillains. Dat is wel een heel vet concept, man. Ja, dat is ook wel erg wat anders. Ja. Je niet je standaard drama-serie van superhelden die je gaat krijgen. Want de drama gaat nu misschien meer onderling zitten. En niet zozeer family-drama, zo wat je heel erg hebt in die CW-series. Want nee, precies. De ouders zijn nu de enemies, weet je. Noem een beetje denken aan de Undertaking uit Arrow. Ja, precies. Een soort van geheime complot van alle ouders. Ik doe me ook een beetje denken aan het zo'n heel anders. Maar bij Disney, gewoon Disney, die heb je op tv volgens mij nu ook een serie. Dat gaat ook over de kinderen van weet je, Maleficent en Ursula en Jafar. The Descendants. Ja, juist. Dat is best wel vergelijkbaar, voor in mijn ogen, weet je. Dat is leuk om te zien. Gewoon, dat is natuurlijk heel kinderlijk. Dit zal wel Ik heb nooit er een aflevering van gezien, maar toen ik de laatste keer in Disneyland Parijs was, 2 jaar geleden of zo, toen zag ik daar posters van hangen en zo. Ja, dat is op zich een cool concept, weet je. Ja, het loopt nog steeds. Het is gewoon de kinderen van supervillains. Dat, zijn niet bij wijze altijd slecht ook gelijk, weet je. Dus nee, is wel precies. Leuk. Zo van volgen ze in hun ouders voetstappen of gaan ze hun eigen pad in, weet je. Ja, we gaan het zien. Dat is cool in ieder geval, dus daar kijken we ook naar uit. En dan de laatste trailer die we hebben gekregen, dat was eigenlijk een wat meer substantial trailer. Gewoon echt een volle trailer van de pijlen dan in ieder geval. Voor The Gifted. Ja. En die is dus niet in de MCU. Waar de Runaways. Juist en bij Fox. Ja, deze is van Fox. Mm. Dus van de X-Men kant van Marvel. En het gaat ook over een X-Men-achtig verhaal. Want het gaat over mutants in een maatschappij. Het werd ook wel gewoon echt aangekondigd als Fox X-Men serie. Weet je? Maar je denkt van holy shit, een schoolserie. Weet je, met Charles Xavier studenten en zo. Nee, het is niet dat. Het gaat wel over mutants, speelt zich af in de wereld van X-Men. Maar juist de mensen die niet naar een Xavier school kunnen en juist hun struggles hebben. Het is volgens mij wel in een wereld waarin mutanten worden opgejaagd en zo. Dat wel. Klopt. Want dat zie je ook in de trailer dat de ouders van de kinderen met krachten mutant hunters zijn. Klopt. Right? Dus dat is wel zo'n interessant conflict. Van, weer een conflict tussen ouders en kinderen. Ja, precies. En dat was van, normaal doe ik altijd voor mijn werk, maar als het je eigen kinderen zijn, is het toch anders of zo. En ja, nu is het dus dat ze on the run zijn, basically. Dus het is gewoon een roadtrip film of serie van mutants. Die moeten ontsnappen omdat ze achtervolgd worden. En ja, we hebben wat characters gezien, weet je. Een meisje en een jongen. Dat zijn eigenlijk een beetje de twee hoofdpersonen. Broer en zus, right? Denk het. Volgens mij wel, ja. Van dezelfde ouders, dacht ik. Geloof het wel, ja. En die hebben dus allebei powers. Een van de twee heeft powers. Hij lijkt een beetje meer met zijn mind te kunnen. En zij juist meer met telekinesis. Maar het is weird, want het is dus in de X-Men universe. Maar ik weet niet in welke X-Men universe. Nee. Want Fox, die heeft niet echt één bepaalde tijdlijn. Weet je hebt elke keer van, dit is gewoon een soort van pocket universe. Maar bepaalde dingen zijn soort van, worden wel weer gereferenced. Maar is het dan dezelfde canon, weet je, ze hebben het dus over Brotherhood of Mutants. En het lijkt een beetje alsof er, zeg maar, de events die gebeuren niet per se de events zijn die je ziet in een film. Nee, dus stel, de events van X-Men 3 zijn wel gebeurd, maar niet zoals ze in de film zijn gebeurd. Ja, dat bedoel ik, want ze referencen dan dus een oorlog tussen Mutants en Brotherhood, maar is dat de oorlog die we hebben gezien in X-Men 3, of was dat een andere versie van dezelfde characters, of
Weet je, want Legion hebben ze wel gewoon duidelijk gezegd van dit is helemaal los. Maar ja, zelfs daar willen ze nu weer een verband leggen door Xavier, ja, Patrick Stewart erin te brengen. Dus dan kun je ook weer een argument maken van ja, maar het is toch wel weer canon, weet je. Het is alleen net een andere tijdlijn. Ik vind het soort van wel refreshing om te zien dat we in een maatschappij nu leven waarin elke industrie, elke film die ze aankondigen in een shared universe aankondigen. En dat X-Men die al jaren met een shared universe bezig zijn, zoiets hebben van, het maakt niet uit. Ja, klopt. Hier heb je een goede serie, verzin zelf maar wat erin is gebeurd. Het heeft tot nu toe wel gewoon zijn vruchten afgewerkt. Ik bedoel, als je kijkt naar Logan, Deadpool en Legion, gewoon drie van de beste superhelden producties in de afgelopen paar jaren. En alle drie gewoon in hun eigen soort van pocket universe van zoek maar uit, niet echt een bepaalde tijdlijn. Wat je zegt, van ze referencen wel soort van dingen, maar het is niet precies zo, weet je. Dus ja, inderdaad. Dat is allemaal wel cool, want het geeft wel meer ruimte voor creativiteit. Inderdaad. Je hoeft je niet vast te houden aan na te denken over van, oh, maar als ik nu deze stad opblaas, dan kan die niet meer in het volgende deel zitten of zo, weet je. Dus dat soort problemen zijn dan gelijk aan de kant en dan kan je gewoon het verhaal vertellen wat je wilt. Zonder restricties. En X-Men heeft nu ook er wel een soort van voor gezorgd dat iedereen bij X-Men een soort van blind oog ervoor heeft. Yeah. Van, ah ja, maar het is X-Men, dat maakt niet uit. Maar als Marvel iets zoiets zou doen, van ja, dit is een nieuwe film, maar het is niet in de universe, zou iedereen gelijk zeggen, waarom niet? Ja, maar X-Men, die hebben het al zo vaak gedaan, weet je, maakt niet meer uit. We zijn nu wel gewend van inderdaad. Ze. Maar ja, zelfs met Marvel, als ze nu zeggen opeens van Runaways is ook niet canon, dan vind ik het ook wel prima. Sowieso is Inhumans volgens mij wel gewoon bevestigd als canon, weet je. Ja, want volgens mij gaan we ook zien met in latere Avengers films. Maybe. Het zou me niet verbazen als... Want Inhumans zijn wel voor de space die ze nu ontdekken met Guardians. Dat zou ik wel cool vinden als in de Infinity War bijvoorbeeld, naast de Guardians en de Avengers, toch ook nog een appearance geven van de Inhumans. Inderdaad. Dat zou in ieder geval meer sens maken als dat je opeens Luke Cage en Iron Fist erbij ziet staan, weet je. Dat is een beetje van, oké, nou you're pushing it, weet je. Nu probeer je echt gewoon iedereen samen te gooien in een clusterfuck film. Niet dat je mij daarop zou willen laten, inderdaad. Maar het zal altijd wel fijn zijn. Genoeg te bespreken weer. Inderdaad. Was echt, ja, Marvel, hebben jullie ze al gezien? Zoveel sweaty goodness, weet je, Marvel. Zoveel nerdy juice. Een week was niet genoeg voor alle content. Zoveel content. We hebben het een beetje moeten samencrammen dus. Hier zo met al deze trailer reviews en met dat nieuws en zo. Maar het is een chille week geweest, mag hopen. Dus thanks voor het kijken. Yes. En like en subscribe. Doe al die dingen. Ja. Zie je weer volgende keer. Inderdaad. Cool. Later.